Fijn dat jullie op zo'n korte termijn toch nog om zulke grote getallen aanwezig te zijn. We hebben het programma bijna rond van de top 2000. Dat zal Douwe straks in toelichten wat het allemaal is. Ja, we hopen ook tijdens de top 2000 natuurlijk ook van harte welkom om opnames en alles te maken. Het goede doel is bekend, stil. Er wordt heel goed op gereageerd. Veel jewels ook al verkocht. En mensen in die zin wel weer. Die hebben het wel gelezen en zijn er wel mee begaan. Ja. En het is natuurlijk goed dat we een doel hebben. Stil komt dan uit Slagharen. Of uit Hardenberg. En dat is natuurlijk ook dat het dichtbij is. En ze timmeren zelf ook heel hard aan de weg. Dus vandaar dat ik denk dat de keuze goed is van dit doel. Ja. Nou, kun je iets toelichten over het programma? Op het programma wat we gaan doen? Ja, zeker kan ik dat. We gaan een boel doen. De komende dagen echt een heleboel, denk ik. Ik denk dat we echt een mooi en gevarieerd programma hebben voor de kleinere tot aan de 50, 60, 70-plussers, denk ik. Op woensdag beginnen we 's middags al. Dan hebben we hier kindermiddag met springkussens en wat activiteiten. Er komt ook nog een blonde clown, heb ik begrepen. Dat soort dingetjes allemaal. Dat is al voor de... Dat is voor de officiële opening. Ja, we beginnen 's middags om 1 uur al daarmee. Ja, de woensdagmiddag is daarvoor gewoon wel de beste dag om dat te organiseren. En dan 's avonds om 8 uur is dan natuurlijk de officiële opening. Dan zijn zij zelf van de stichting ook aanwezig. Nou, wij zijn met z'n allen aanwezig en dan wordt de officiële aftrap gegeven. En dan... Wij zelf met Melanie van Stichting Stil. Ja. Dus dat is wel echt een samenwerking van gedaan. Daarna gaan we gelijk door om 8 uur. Dus eigenlijk nou, 7:45 begint hier het LP-café. Dan hebben we live muziek en ze gaan hier echt draaien met ouderwetse vinyl, zeg maar. Dus ik denk dat dat wel echt heel gaaf wordt. En in de grote zaal hebben we de pubquiz XXL. Dus het wordt nog groter en gekker dan vorig jaar. We hebben ook echt al wel wat teams die zich hebben opgegeven. Dus dat ziet er voor nu al heel goed uit. En dat is dan... Er kan nog meer bij, zeg maar. Ja, er kan er veel meer bij, ja. Heb je trouwens het programma op papier? Of moet je niet schrijven? Kan ik wel meer. Is op papier. Is er op papier. Ja, ik kan het allemaal opschrijven. Zaterdag hebben we, moet ik even goed zeggen, wat hebben we zaterdag allemaal nog? Zaterdag hebben we de uitreiking van de Heel Delenswaard Bakt. Mensen kunnen donderdags al hun taart inleveren. En dat lijkt op dit moment heel erg storm te gaan lopen. Want we hebben echt heel veel reacties daarop gehad. Ja. Mensen kunnen een taart bakken en die gaan we hier ook daadwerkelijk verkopen. Dus mensen kunnen die donderdag tussen 12 en 2 brengen. Dan gaan we ook een menukaartje maken, dus dan komt je naam ook echt bij de taart te staan. Dus dat heet bijvoorbeeld de Chocolate Dream van Tineke. Nou, en alles wordt verkocht voor het goede doel. Maar zaterdag worden de taarten gejureerd door de familie Dorgelo. Dus Herman en Nico Dorgelo die komen de taarten jureren. En, ja, wat hij iemand moest doen. Dat wordt 's middags rond een uur of 3 bekendgemaakt. Verder hebben we nog van de week besloten, de voetbalplaatjes ruilbeurs. Dat is natuurlijk hartstikke hip. Hè? Iedereen kan nu zijn eigen gezicht sparen op een kaartje bij de plaatselijke winkeliers. Ze houden elkaar met hersenbanden in, ja, is het zo? Is het zo? Was ik maar goed, in ieder geval zaterdagmiddag vanaf een uurtje of 3 hebben we gezegd, geloof ik, hè? Is ook zaterdagmiddag. Ja, de voetbalplaatjes ruilbeurs. Dus dan kun je hier in de bron, in het café bij ons, kun je de voetbalplaatjes ruilen. En dan zorgen wij dat dat allemaal in goede banen geleid wordt, geloof ik. Je staat op reserveren en je klikt erop. Dan kom je in een reserveringssysteem, dan kun je je naam, e-mail en je liedje wat je aan wil vragen. Uiteraard moet er nog even afgerekend worden aan het einde van de rit. Want het is natuurlijk wel voor het goede doel. Maar mensen kunnen kiezen. Niet meer via telefoon? Nee, hebben we niet gedaan. Omdat dat een heel omslachtig programma is. En doordat de verbinding en doordat die diensten allemaal steeds meer geblokkeerd worden. Omdat niemand meer zit te wachten op al die diensten. Dat ook geen enkele telefoon er op dit moment meer geïnstalleerd voor is. Iedereen is standaard ervoor geblokkeerd. Dus als mensen een sms'je sturen, krijgen ze een sms'je terug van de dienst is niet actief. Ja, op je telefoon is het niet actief. Nou ja, of hij komt gewoon niet goed binnen of dan lezen we er overheen. En nu hebben we een systeem, daar kan dat eigenlijk niet bij misgaan. Mensen kunnen zelf, het minimale bedrag is 1,50, dus eigenlijk net zo duur als het sms'je. Dat hebben we gewoon aangehouden. Ja, en er zijn meerdere opties, je kunt wel meer aanklikken, liefst natuurlijk.
Maar dat is wel het systeem, is allemaal gewoon netjes via Ideal, dus het is allemaal goed geregeld. Het komt allemaal gewoon goed binnen, dus dat hebben we echt heel strak voor elkaar dit jaar. En jullie gaan via de livestream en... Via de livestream, via de radio en waarschijnlijk ook via Facebook kunnen we gaan. Ze, dat alleen Facebook... Ja, Facebook is wel heel ja, alleen Facebook geeft aan dat ze maar een maximale livestream mag hebben van 4 uur durend. Ja, maar zodra als er bekende nummers doorkomen, dan is het al weer af. Hoe zeg je dat? Nou, zodra als er iets met bekende muziek of wat dan ook, dan ben je al helemaal niet geaccepteerd, ja? Jawel, dat mag wel. Alleen dat ligt eraan hoe je dat doet. Je mag wel streamen, alleen Facebook wil niet dat een livestream langer duurt dan 4 uur. Nou ja, wij doen natuurlijk 3 dagen of 4 dagen, dus... Dus om de, op de 4 uur zal die af en toe even droppen eraf. Ja, omdat Facebook, dat is gewoon de eisen. Dat heeft natuurlijk ook met de geheugen, denk ik, te maken. Dat, en een beetje te voorkomen dat iedereen allemaal onzin... Ja, via YouTube. Via YouTube sowieso. Dat is beter dan Facebook. Ja, nou ja, Facebook is natuurlijk, maar is natuurlijk heel makkelijk. Het is heel gangbaar voor mensen. Dan scroll je even voorbij. Dan denk je, daar kijk ik even. Ja. En dan heb je hiervan. Ja. Dus het gaat veel sneller. Ja. Van YouTube moet mensen echt apart naar de site of aanklikken. Dus dat is wel een... Maar er zijn meer mogelijkheden nu te zien en te beluisteren dan voorheen. Dus ja. Elk jaar een ding. S'avond niet de muziek op de radio, maar wel het programma. Het muziekprogramma zelf, aan zich eromheen. Dat is elk jaar. Kijk, je vraagt mensen, artiesten, bands, om belangeloos eraan mee te werken. Wij hebben geen budget. Al het geld wat binnenkomt, dat moet naar het goede doel. Dat is niet voor ons. En nou ja, daar zit wel een soort tijdsverwerking in. Mensen moeten het willen. Dat is één. Dan kijken of ze nog geen optredens hebben. Sommige mensen wachten ook nog een beetje af van ja, misschien komt er nog wat. En dan hebben we misschien net toegezegd, wat allemaal heel logisch en reëel is. En er zijn natuurlijk zoveel van dit soort evenementen dat we zelfs bands hebben bijna die zeggen ja, maar we staan eerst al in Dalsen voor een goed doel. Dan gaan we naar Ommen en dan moeten we nog. Dus sommige mensen zitten ook gewoon echt vol. Die willen ook gewoon niet meer, omdat ze al 3, 4 andere dingen doen. En hoe vroeg je ook begint, dat is heel druk. Dus dat is wel echt elk jaar een dingetje. Maar dat heeft altijd al heel veel tijd gekost. Ja, we noemen hem de website waar ze jullie op kunnen vinden. De website www.top2000dedensvaart.nl. En dan rechtsbovenin vraag een plaat aan en dan komt dat op de radio. Dat is het belangrijkste. Oké. Okay.